Bint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is vrijdag 3 oktober. Welkom bij Bint Sport. Mooi Joen op tafel, de twee assistenttrainers van Heerenveen en van Cambuur. Met Sander van Heijden zorgen we vooruit op de wedstrijd in Dordrecht. En we heren van Johnny Jansen of SC Heerenveen de koppositie oerneemt dit weekend. En Gerald Sibon, hij is de trainer bij de succesvolle jeugdopleiding van de Veensters. En de talenten van nou, die roeken hakkons. Ja, doorbreken en achter me daar het stadion spelen. Zo snel mogelijk en supporters laten genieten. Belangrijk, denk ik. Ja, Gerald, daar is volgens mij de hele dag bij dit soort jongens om. Vielen die jongens nou voor het eerst echt dat het mogelijk is om in het Abel Enstra Stadion te komen? Nou ja, ze hebben natuurlijk legio voorbeelden. Hè? Met Zingraven, nu net Van Amersfoort die pas geleden gedebuteerd is. En daar hebben die jongens vorig jaar nog mee samengevoetbald. Dus ja, ze hebben wel het idee van als hij het kan, dan is er voor mij ook een kans. Ja, maar die jongens zitten onder de douche en dan jij ze dus al dreamen, zei ze maar. Sorry, dan wat? Hoor je ze al dromen als ze staan de douche van, dan ga ik daar spelen? Of, Nou, ik sta er gelukkig niet bij. Maar sommigen hebben wel zoiets van, het wordt tijd dat ik ook wel eens genomineerd word om bij de selectie te komen of mee te trainen. Nou ja, daar zijn we langzaam mee bezig. Eindelijk jongens in te passen in het begin van de week. En dan maar kijken of ze het niveau aan kunnen. Ja, nou, hoe die rol als jeugdtrainer, we hebben juist de West te filmen en hoe is dat dorst. Daar praten we aan, snoer ik maar Johnny, want daar is natuurlijk altijd een jeugd. Ja, haat jeugd op Leading West. Ja. En ik jeugdtrainer. Dus daar komen we wel. En Sander, ja, daar is natuurlijk altijd een jeugdspeler van SCRVN. Dus dat de keer wat ik wel even noemen hebben, hoe stoot dat beleefd is. Eerst eventjes naar het nice van Cambuur. Dat nice van deze week. Drie wedstrijdskorsing voor hem in je spits. Wat vies ervan? Ja, dat is een moment geweest tegen Excelsior en Michiel die maakt zich breed, zijn arm gaat een beetje naar achteruit en hij raakt hem. Nevens dat bewust of? Ja, wat is bewust? Ik denk dat Gerald dat beter als spits kan uitleggen, maar ik heb vorig jaar nog een rode kaart gehad, bij amateurs dan, in mijn laatste wedstrijd. Maar dat is ook een moment, dan ga je omhoog en je arm gaat achteruit en je raakt iemand. Ja, hij... Ze hebben het onderzocht en die straf is er en dat moet je maar accepteren. Okay. Zullen we eens even zien wat hem en dezelfde soort? Ja. Nee, het was echt een duel en hij wil die bal wegkoppen, denk ik. Ik stap naar achter, ik maak me breed en ik raak hem denk ik per ongeluk in zijn gezicht, heel lichtjes ook. En het was absoluut geen elleboogstoten, iets in die richting. En ik vind de KNVB het nodig om hier een punt te maken en een schorsing uit te delen. Ja, het konden dat het filmpje ervoor is. Simon, Gerald, wat zei jij? Nou, dat is wel een bewustje hoor. Ja, is dit een bewustje? Als ik het zou zeggen, doet gewoon zijn arm zo omhoog. Zo, bats, hier heb je hem. Ja, nou, Sander zou krijgen, Gerald, die kind beoordelen of het een IN is, maar... Ja, maar ik snap ook wel dat hij zegt van dat het allemaal... dat begrijp ik ook wel. Dus we moeten even neutraal iemand vragen. Nou, Johnny. Nou, het was niet zo dat hij hem erop tegenaan liet lopen. Nee, hij slaat wel achteruit. Nee, maar hij krijgt drie wedstrijdskorsing. Heb je het gevoel, want dat zou je eens bekomen, heb ik het gevoel dat het nou een soort van punt zetten wordt van even streng optreden en dan is het weer clear? Is dat... Ja, maar dat is altijd in het begin van het seizoen wel zo. Hè? En er zijn misschien wat nieuwe regeltjes weer bij de KNVB voor scheidsrechten waar ze moeten letten. En dan zijn ze nou... Wat zei je? Ik heb het ook. Ik heb ooit ook een keer drie wedstrijden voor een elleboog gehad. Voor mij is dat standaard. Ja, nee, maar dat is ook zo. Kijk, en als het op een gegeven moment gezien wordt en het wordt beoordeeld en je krijgt die straf, ja. En er is op beelden zo te zien, dan moet je dat accepteren. Ja. Klaar. En maar balen van je natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, goed, dat is logisch. Maar dat is bij elke club zo. Ja, oké. Okay. Dit is bijna altijd een discussie, toch? Ja. Ik bedoel, hoeveel kopduels worden niet aangegaan en dat er een twijfelgeval is van is dit er nou een of is dit er nog niet een? De discussie is bijna nou altijd wordt deze beoordeeld van Michiel. En ja, dat weekend, afgelopen weekend misschien nog wel drie of vier kunnen beoordelen. Het is nog wedstrijden die kwieren klap. Ja, maar zo zijn er in elke wedstrijd zijn er wel, ook bij andere clubs. Er is altijd wel een momentje dat je denkt van, goed, kan dat door de beugel of niet. Arbitrair. We zullen aanstaan even zien hoe je hem dat oplossen. Uit de Fruitsjog op de wedstrijd. Even bij hem even het nice, Joert. Jeroen Loemoe. Het contract ontbonden en dan zit er vanwege het verschil van inzicht over de wijze waarop het vak van een profvoetballer moet worden ingevuld. Hoe zou dat normaal zijn als een Fries? Nou, dat je gewoon aanwezig moet zijn wanneer je moet trainen. Ja, en dat je van je moet laten horen als je niet komt trainen. Of als er wat aan de hand is.
Nou ja, en dat is bij Jeroen zo aan de hand geweest. Hij kwam dus gewoon net opdagen op een bepaald moment? Hij is één of twee trainingen niet opkomen dagen, terwijl hij later wel van ze laat horen. Nou ja, zo in de discipline, ja, dan past dat niet bij ons. Nee. Dat is wel jammer toch, denk ik, of net? Een goede voetballer. Ik denk dat Jeroen zeker goed kan voetballen. Hij is snel, hij heeft een goede nivellatie. Alleen dat andere wat erbij hoort, dat is wel net zo belangrijk. Ja. Maar het vak van voetballen, dat is dus net goed invuld. Bewies dit ook naar de oren van de selectie van, we zijn streng? Nee, we hebben gewoon duidelijk afspraken gemaakt met elkaar en dit hoort bij Heerenveen. Dus dat geldt gewoon voor iedereen. Hij is bij ons komen voetballen. Er zijn daar in afspraken gemaakt en hij moet ze gewoon nakomen. Ja, want het wie een, tenminste dat begreep ik uit de verhaal dat hij bij Willem II ziet, dat het een lastige jongen wie. Dat ik wel eens wat probleem niet. Heb je hem daarop versjoen misschien? Nee, maar we hebben wel vaak lastige jongens gehad bij de club die je binnenhaalt. En die zegt van nou, er zit misschien een klein krasje op. En, ja. En dan probeer je er met z'n allen wat van te maken. Nou, met Jeroen is dat dit keer niet gelukt. Ja. Oké. Okay. Nou ja, die spelen dus net meer bij RCRV. Maar er komt nog een heel soort doorn, heb ik Juster Ossioen op de jeugdtraining. Hey, even over de wedstrijd van morgen bij de Spilium. Belangrijke wedstrijd, die win, ja, je mag ze eigenlijk winnen. En dat is denk ik in Dordrecht het verhaal. Winnen, winnen, winnen. Is dat ook hoe je hem de hele week dan Ossioen hebt? Ja, thuis Dordrecht, die moet je winnen. Zo simpel is het eigenlijk. En het wordt een, ik denk niet dat het 0-0 wordt. Want Dordrecht is wel een elftal wat redelijk wat risico in zijn spel legt. Ja, dat kan beide kanten opgaan. Nou ja, je hebt Sjoen bij Heerenveen, eerste wedstrijd. Zeg eens. Ja, nou, we begonnen die wedstrijd hartstikke goed. Alleen van Dordrecht wisten we dat hij gewoon wilde heel snel doorjagen. Heel snel 1-op-1 spelen tegen ons. Ja, dat hebben ze die wedstrijd gewoon goed gedaan. En daarom is het ook lastig te bespelen. Ja. Het is een gevecht, hè. En je zou veel met lange ballen zal je in terechtkomen. En van daaruit ja, dan hoop je dat je daarna, hè, vanuit die lange bal, dat je dan kan gaan voetballen. Ja. En het is maar net van waar komt die bal terecht? Heb je het geluk, staat er net iemand voor? Of ja, de tweede bal, hè, hoe ze het dan noemen. Dan moet je ook wel een beetje geluk bij hebben om die op te pikken. En ja, als je dan als je dat de eerste helft bijvoorbeeld een paar keer kan doen en ze hebben zoveel ruimte in de rug. Ja, dan kan je wel toeslaan. Hè? Ja. We hebben eventjes om Andy Brands vragen wat hij van deze wedstrijd verwacht. Ja, ik denk een fysiek sterke ploeg. Vooral thuis veel druk, fantastisch middenveld dat heel veel doorbeweegt. Een goed centrum. Ja, ik denk een heel, heel goede ploeg. En ze staan niet voor niks staan ze zo hoog op de ranglijst. Nou, maar eigenlijk is het toch een, ik bedoel, Cambuur thuis. Het is in Dordrecht, dat mag gewoon een winstpartij worden. Dat is toch net oors? Nee, ja, daar gaan wij ook voor. Ja. Dat moeten wij winnen. Ja. Ja. En als je... zeg wel eens, ja, waar kijk je nou naar? We staan nou gedeeld zesde dan. Kijk, we hebben nog steeds een eerste doelstelling om gewoon te handhaven. En kijk, als je deze wedstrijden wint tegen een directe concurrent, ja, dan kan je misschien straks er anders naar gaan kijken. Maar dan moet je deze wedstrijd wel winnen. Ja, en hoe zit de selectie ervoor? Ja, prima. Alleen Michiel is geschorst. En Wout, die is nog herstellende van zijn hersenschudding. En voor de rest is alles fit. Ja. Ja, dat is wel lekker, denk ik, of net. En Jim heeft ook die moeilijkheden, maar die spitspositie. Het is natuurlijk dat Bart afspeelt. Ja, dat kan zomaar, ja. of kind Roos. Ja, nee, maar we hebben genoeg keuze. Ja, nee, Narsing, dat is ook nog even iets waar ik het over heb. Jim hebben volgens mij 2-3 weken zo en hij zal nog net beginnen. Is het dan nog hartstikke 4 dat hij in de basis begint? Nou ja, kijk, we hebben wel een idee. De opstelling is bij ons natuurlijk al bekend en bij de jongens ook. Maar die ga ik hier niet op tafel gooien. Nee. Maar kijk, met Virgil is het zo dat je, ja, we moeten wel heel goed op hem passen. Hij is blessuregevoelig en we hebben een apart programma ook voor hem opgesteld, ook met de fysiek trainer. En daar moet je op passen. En ja, en ga je hem brengen, hè, als invaller is hij ook heel gevaarlijk, kan hij starten. Ja, het zit nou een beetje straks in een fase van hè, wanneer gaat hij beginnen. Ja, en hij zou dan beter wezen als die orenarsing. Ja, loopt er dat? Ja, weet ik niet. Sander zei net van hij is heel veel geblesseerd geweest op training voor mij laat hij zien dat hij echt goed is. Maar ik heb het in ieder geval nog niet gezien. Maar van Luciano weet ik wel dat hij gewoon goed is. Ja. Zullen we even zien naar Jim Tsjinstander, Willem II, vliegende wieken verlen. Maar 1-0 van FC Grange. En volgens mij is het altijd een spektakel. Wat de Sivers uitmaakt, zie je dat Willem II het hier even spelen. En Jurgen Streppel, die denkt dat ik. Het is dat ik op de perstribune zit, anders had ik een kaartje gekocht. Want ja. Ik denk dat het een spektakel wordt. Ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd ook. En op het moment dat je dat zegt, wordt het waarschijnlijk 0-0 met een oerzaaie wedstrijd. Maar nee, daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat zowel Heerenveen als wij, je kunt ze wel met elkaar vergelijken qua voetbal, denk ik.
Dus vandaar dat ik denk dat het een hele leuke, open, aantrekkelijke wedstrijd gaat worden. Ja. Wat zou dus jij dat? Ik vroeg wel of ze op kunstgras spelen. Kunstgras, nee. Ik denk het net, of wel? Nee. Maar hij zou het spektakel, hoe sting je hem ervoor? Nou ja, wat je al zei, als je kijkt naar de geschiedenis, dan is dat zo. Maar morgen dan zal eigenlijk wel weer, we spelen ons eigen spel. En vanuit daar proberen we kansen te creëren, om het zo maar te zeggen. Okay. Maar ik bedoel, wordt het spektakel. Ik hoop dat het voor ons een fantastische wedstrijd wordt. Ja, maar dat kan ik je niet vertellen. Gerald, wat is die gevoel? Willem II? Ik heb geen idee hoe Willem II is. Nee? Heeft het met Sjoen wat ze kocht? Nee, volgens mij is het een aardige selectie, toch? Ze zijn weer uit de eerste divisie en ze hebben wel wat goeds gedaan. Ze hebben wat minus. Ja. Ze hebben wel aardige spelers gehaald. Die Ben Sahar is natuurlijk een fantastisch. Sahar speelt op links. Hè. Ondaan, die was laatst tijd wat geblesseerd, maar die komt weer terug. Cabral, die vanaf de rechterkant speelt. Armentero, die in de spits zal spelen. Ja, ze hebben zeker wel. En op middenveld met Wuitens, denken we gewoon een goede voetballer staan. Ja, dus zeker. Ze hebben gewoon een leuke ploeg. Ja. Alleen wat het morgen gaat brengen, hij zegt spektakel, ja dat zal. Ja, zij zijn die spelers ook. Ja, Armenteros, Cabral, dat is één keer niks, of drie keer niks, één keer goed. Ja. Maar je hoopt en daarom spelen ze daar. Spektakel wordt. Ja, maar die hebben een trainer en dat wist al, want dat is maar een workload weg. Die git ervoor, hè? Die git toch wel voor het voetbal. Ja, zeker. En voor de goals. En net om achteruit te voetballen. Nee, maar dat zal ons plan niet zijn. Nee. Dus wat ik al zei, we spelen ons gewoon ons spel. En dat is vooruit druk willen zitten. En daar hebben we ons plan voor. Maar het is ook zo dat als jij terugkijkt naar de andere wedstrijden, ja, dan zul je toch gewoon. Dus die volledige organisatie gewoon goed moeten neerzetten. Want we willen geen spektakel bij ons in de 16. Hè? Nee. Dat moet bij hun gebeuren. En dat gebeurt met Dokersmit als vervanger van Marcel? Nou, die kans is groot, hè? Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, dan is dat duidelijk. Dan praten we aan via de Rode Jeugdopleiding. En wij doggen vanzelfs ook bij Omroep Friesland Radio verslag van beide wedstrijden in de Eredivisie. Collega Geert van Thun die zit morgen bij Cambuur Dordrecht. Die wedstrijd begint dus om 7:45. En Arjen de Boer zit hier, je hoort net, maar die is er wel weer en die is in Tilburg bij Willem II Heerenveen. Alles te volgen dus bij ons op de radio. Ja, je bent sport, joggen wij net alleen nog naar voetbal, maar we gaan ook op ziek naar dat clubgevoel bij amateursporters. En Joert joggen we bij de roeivereniging De Twirre uit Makkum. Hey, los, come on! Hey! Ja! Hey! Ja! Hey! Hey! Hark! Makkum lang! Hey! Nou ja, ik ben ook de pasta aan het tarieren voor aanstaan voor de wedstrijd. Dan zullen wij nog even wat extra koolhydraten tot ons nemen. Hopen dat we goed op roeien kennen. Ik ben Eddie Kuipers en ik zit op bakboord 3. Peter Dijkstra, stuurboord 2. Ik ben Marijn de Haas, bakboord 2. Harry Stoeninga, bakboord slag. Gerard Duiker, stuurboord 3. Jacob de Jong, stuurboord slag. Roy Veenstra, stuurman. Hey! 2,50, come on! Laatste stukje! Hey! Hey! Come on! Hey! 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 Stuurman, ja, dan ben jij coach van het team. Hè. Je moet de man proberen die Safir te trainen dat ze krijgen op de rand zien. En dat oorlog volhouden. Slecht dat wat? Vaak wel. Dat moet je in handen binnen het team. Dus die trainingen die doen het hele jaar terug. Om op mijn wedstrijd te proberen te knallen. Dus trainen niet 100%, wedstrijd proberen 110% te doen. En je roei je zelf net. Nee. Maar waarom net? Ja, dat ken je net eigenlijk, stuur en roeien. Dus dat is een beetje lastig. Iedereen heeft zijn eigen ding. Ja, maar je kunt leuk kiezen om in het boot zitten en te roeien. Ja, dat kan. Ik vind coaches vind ik leuk. En mijn team bezig zijn. Man tot de prestatie te dwingen. En mij ook de sloep onderhouden. Om de sloep aan het werk. En mij ook wat beter op. Dat vind ik leuk. Acht. Hey. 22-10. Hey! Jouw onwijzing, hoe vier je van de concurrent nou binnen? Je bepaalt het slagtempo, dus je inhoudt dat de mannen nog wat oer hebben, dat er een sprintje trokken wordt, en je een inhelly. Die coach je, die man zit maar heel recht naar het veld, dus je ziet net wat er omkomt. Schreeuwen. Ja, schreeuwen. Heel veel schreeuwen. Ja. Hij was jongen. Ja, onmoedig hier. Probeer het laatste doen eruit te helling. En dat goed gaat, ben ik stil. Jij er een beetje bij, hè? Dat is. Ja, motivatie. Nou, het is echt voor de show. Tenminste, een stukje adrenaline wat eruit komt, dat piloten ik maar. Dat vind ik leuk. Man vind ik leuk. Hey!
Hoi! 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 Laat maar lopen. Potver, wat ben ik trots. Ja, de man uit Makkum. Ja, we zullen het hebben over de succesvolle jeugdopleiding van SCRVN. Voor de talenten wie het Abel Enstra Stadion lang een onneembare vesting. En Tjewurg brekt het ene nooit het oren talent terug. Mooi Hakim Ziyech en Deli Sinkgraven als belangrijkste voorbeelden ervan. Ja, Gerald Cibon, zou je een krekkel eventjes doorheen stelen daar tussen al die talenten om? Nou, niet de hele dag. Maar. Nou, maar wat is die rol binnen SCRVN? Nou ja, ik heb wel meerdere taken meegekregen. En dat is onder andere assisteren in de jeugdopleiding. Dat doe ik met name bij de A1. Dat doe ik het bijna iedere dag. En af en toe bij de C1. En dan, ik ga wel scouten of ik heb wel eens contact met clubs in de regio of met sponsoren. Ja, eigenlijk van alles. Ja, maar ik zeg daar nou, tenminste de meeste thuis die zeggen daar nou de onvaloefeningen vooral dan in. Dat wie just er in zo'n spelvorm. Is het er vooral op richten op de onval? Nou, die link die wordt dan automatisch wel gelegd, omdat ik altijd aanvaller ben geweest. Dus dan is het al snel van Gerald weer de aanvallers. Maar en, ja, daar heb ik natuurlijk ook de meeste affiniteit mee. En die jongens die komen ook, het zijn vaak de aanvallers met wie je heel specifiek of in detail over bepaalde dingen praat. Ja, omdat, ja, dat heb ik 20 jaar gedaan. Dus. Spelers vinden het ook heel prettig hoor. Ja. Ja. Dat ze weten dat hij in ieder geval wat cool vroeg, dat er net hier een woorden koekenbakken zit. Nou, maar het gaat erom wat je vertelt. Hè? En ik bedoel, en Gerald heeft de ervaring. En als je kijkt naar, vorig jaar werkte hij met Pascal Huzer. En ik weet van Pascal dat hij het zeer prettig vond. Zullen we eens even zien, nou, een van de toptalenten werd eigenlijk heel Nederland naar shirt. Dat is Deli Sinkgraven. Dat ook eerst een goed als haat jeugdopleiding. Hij breekt erop. En ja, dan gebeurt er in ieder geval van alles. Hè? Ajax heeft belangstelling voor hem, hij maakt het hier nooit horen. Mooie goal, we zien ook die beelden. Wat is Deli Sinkgraven, wat hij onbelangrijk qua opleiding van Heerenveen? Waarom zit hier echt de Heerenveen-opleiding in? Deli loopt volgens mij al vanaf de voetbalschool denk ik bij ons. Of in ieder geval voetbalschool of D-jeugd. En wat Deli gewoon, als je kijkt naar zijn coördinatie, hè, dus hoe hij beweegt, ja, dat is eigenlijk gewoon fantastisch. En maar heeft dat wat met SCRVN te krijgen of met die ja, jongens zelf? Natuurlijk heeft hij dat talent zelf ook, maar uiteindelijk wordt er binnen onze opleiding ook gewoon heel veel aandacht aan geschonken. Dus je kijkt hoe vaardig hij is. Ik denk dat bijna alle trainingen met de bal gebeuren. Hè. En dan specifiek, dat gebeurt in de D'tjes, is het natuurlijk alleen maar vaardigheden. Maar uiteindelijk, hoe ouder hij wordt, hoe specifieker de aandacht ook weer wordt. Ik denk dat Deli enorm heeft geholpen. En Deli is gewoon een enorm talent. Ja. Duisterk spelen Sander. Hoe oud was dat toen je er omstapte? Ja, ook voetbalschool. Dus ik zat in de D'tjes volgens mij. Eerste jaar D. En klopt het dat toen het Abel Enstra Stadion voor een heel soort jongens eigenlijk een onneembare vesting weer? Nou, ik was daar toen niet zo mee bezig, omdat ik nog echt heel jong was. Alleen ik wou wel profvoetballer worden. En wat ik nog van die tijd weet, is mijn techniek, zeg maar, die ik in al die jaren, zeg maar, in profvoetbal ook, zeg maar, wat een van mijn kwaliteiten was. Ik had genoeg zwaktes, maar dat was wel een kwaliteit. Mijn aanname bijvoorbeeld. Ja, dat was soms wel eens tot vervelend aan toe. Elke dag trainen met Wilco Hellinga bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die was er zo scherp en gedreven in. Ja, dan moest je en dan ging je en dan deed je thuis. Hè, werd je eigenlijk gedwongen om thuis ook nog te trainen voor jezelf. Nou ja, daar is wel mijn basis, heb ik daar gelegd. Zo simpel is het. Is dat ik wat voor eigen heb bij de jongens? Dat ze constant weten, dit is mijn doel? Nou, kijk, we willen heel veel met die jongens. En dan, wat Johnny net zegt, dan begint het in de basis, in de vaardigheden. Kun je een bal aannemen, kun je een bal op goede benen spelen, dat soort dingen. Dus daar ben je, dat wil je eigenlijk, dat je in de aas daar al, dat het automatisch gaat. Dat is nog niet altijd zo. Het zit ook vaak in het hoofd, ja. Weet je wel. We komen trainen en dan gaan we in huis en gaan morgen weer trainen. Maar dat gebeurt bij PSV, denk ik, en bij dat is overal zo. Tuurlijk is het overal zo. Maar ja, ik weet dan uit ervaring, ik had het zelf ook. Ik ben pas 18, ik was 18 toen ik heb die hele basisopleiding nooit gehad. En als ik die jongens zie, dan zie ik, ze zijn al veel verder dan ik op die leeftijd toen. Maar je weet wel van als je dat heel snel gaat beheersen en ook daarna gaat werken, dat je veel sneller stappen gaat maken.
Nou ja, en ja, dan moet je continu zeggen, jongens, alles moet goed, en maar door, en maar door. En dan moet je ook wel opzitten. En de ene dag is het, ja, dan weet je gewoon, nou, vandaag wordt het hem niet. He, er zit zoveel. En wie is er een goede dag? Gisteren was het beter dan vandaag. Ja, oké. Okay. Ja, want dan komt de crack van de trainingsfilter af. Nou, wat mij opvoelt, want wie mocht er gisteren even filmen? Ik voel het, ja, het spotten ervan al. En we sprutsen ik nou dat hij het mooie van die jongens, van die echte talenten. En die zijn alle hier van, ja, dit is uw dream en dit zullen we ook helly. Dus ze woemen het echt winnen. Binnen 2 jaar. Dan speel ik in de verdediging bij de eerste van Eerste Heerenveen. Ja, doorbreken en achter me daar het stadion spelen. Je ziet dat elke jaar jongens doorbreken in het eerste team. Dus ik zie hem wel als een voorbeeld en ik zie wel dat het mogelijk is. There are a lot of guys who are just from the youth in the first team now, so I think I can get some chances maybe this year or next season. Ik heb vorig jaar met Daly en Bilal gespeeld en ze zijn nu gewoon heel ver en dat is mooi. Dat is mooi, want ja, misschien kan je het zelf ook, zeg maar. Dat is eigenlijk waarom ik een Heerenveen ben. Dus ja, dat is mijn droom. Als je in procenten mocht uitdrukken, je kans? I believe I can do it. So it should be 100%. 70, 75. 80, 90, 100, 100. Oké, okay, succes. Dankjewel. Brani is er. Ja, dat is prachtig toch, hè? Of net? Ja, Dimma is dan gelukkig van Wurre, toch? Als man van de opleiding. Ja, maar dat is mooi. Ja, ja. Tarek, die herkennen we natuurlijk wel van vorig jaar. Dus, ja, echt een Brani mannetje. Die kom erop. En heeft fantastisch. Maar maakt het hier? Want ik moest mijn pushen. Ja, 100% lukt wel, sorry. Ja. Maar is dit een potentiële... Tarek kan gewoon dichtbij komen. Ik denk dat Tarek de stap door kan maken naar onze selectie. Hè? Belofte, eerste elftal is eigenlijk 1 selectie. Ja. Die stap kan hij maken. Ja. En dan moet hij gewoon nog weer door. Want er moet nog wat gebeuren. Toch liep het me echt wel frustrerend. Uit je disse jongens dan. Nou, daar werken ze dus de hele duim mee. Daar is dat dien. En dan bijvoorbeeld zo'n Ziyech en zo'n Basse Sikoglu. Dat ze niet keer voort binnen. Nou, Basse Sikoglu speelt het nog niet in. Zit op de bank. Zie ik dat het geweldig goed. Hoe frustrerend is dat voor je? Nou ja, het frustrerende is als jij de voorbereiding start en er zitten 2 jongens in je selectie en uiteindelijk gaat Bilal weg en Hakim gaat uiteindelijk ook weg. Maar als opleider. Maar als opleider, dan is dat niet frustrerend. Ja. Dat is eigenlijk wel mooi. Ja, dat is toch fantastisch dat je spelers zo goed doen en als ze weg worden gegooid, ja, dat hoort bij Heerenveen. Ja, en dat is alleen maar mooi. Dat betekent dat is een bevestiging voor ons allemaal dat we goed bezig zijn. Ja, ja, en er komen nog aardig wat om. Wat denk je ook? Welke van de disvertraaien pakken, wordt het? Albert Koopmansson. Die ondertiteld laat, ja. Ja, en dan heb je nog eentje die was gisteren ziek. Die was er niet. Die is ook een goeie. Wie is dat? Jerry St. Justice, een verdediger. Die maakt ook nog wel kans. Ja, en maar gewoon kijken hoe ze zich ontwikkelen. Kijk, ja. ik ging vorig jaar met Pelle van Amersfoort aan het werk. Ik denk van nou, die gaat nog wel lastig krijgen. Maar ja, die speelt in het eerste, dus die maakt een enorme ontwikkeling door. En dat kan ook. Er zijn dan jongens waar heel veel rek en groei in zit. En hoe ze het op gaan pakken. Kijk, Pelle die heeft het in zijn hoofd al van elkaar. Dus, en dan kun je ook heel snel stappen maken. Ja. Oké, okay, heren, ja. Bedankt voor je verhaal. Nou, wacht, zie wat er al gebeurt. Ik ben Cambuur bezig goed onderwijs met de jeugdspelers. Zodat ik nog wel eens een keer wil hebben. We doen over even een prijsvraag. Zeg maar even mooi. Het spielerspaspoort. Je plakken 2 voetballers in elkaar aan en je hebt weer een prijsvraag. En de vraag is nou ook weer, waar ben dit? Is het A, Michiel Hemmen en Luciano Slagveer? Denk je nee, het is B. Het is Virgil Narsing en Jukka Raitala. Of denk je nee, hè? Ik ben er wis van. Het ben Mohamed El Makrini en Matten de Roon. Mail je antwoord van waar je naar bient@omroepfriesland.nl. Jabba dabba doo! Ja, we krijgen hier al wat te jaren dat het net zo dreig is. Maar je kunt deze winnen. Het is een hele mooie retro-tos. Ik heb nog wel wat handtekens op, jongens, of net? Sibon? Ja. Johnny Jansen? Nee, Sander Benet, hè? Nee. Nee, Sander doet het net. Misschien moet ik hem even. Ik wil nog even zeggen dat je maakt je dus concept disciplines. Maar de persoon die het vlienden woen het, dat is Govert van Oudenaarden uit Damwoord. Ja, dit weer het voor Bient Sport. Een mooi sport weekend te wensen van u. En wij binnen Mandy Weer. Ontal. Nou, Willem 2, Heerenveen 1-1.
Bient Sport. Waar het mij mogelijk maken door Friesland Lease.